Er staat op de romp, ziet u staan, de last. Dat betekent niet dat het de laatste is die gebouwd is, maar dit is de laatste die ooit een operationele missie heeft gevlogen voor de Royal Air Force. En u ziet dat de vliegers eigenlijk niet over die enorme lange neus voor hen. Dus die willen zo snel mogelijk vaart maken en de staart omhoog krijgen, zodat, laten we zeggen, de neus omlaag gaat en zij over de neus kunnen kijken. Dat is natuurlijk heel lang aan de hand. Nou kan de vlieger van wat. Populair gezegd, de baan uitnaaien. Ja, dat komt omdat de motoren en die staartroeren zitten zo dat de motoren en de propellers helpen bij het aanblazen van die staartvlak. Dit is de Battle of Britain Memorial. Dames en heren, de Battle of Britain Memorial Flight. Met grote vliegtuigen pas na de Eerste Wereldoorlog, 1918. Even Ja, hier heeft hij ook de flaps uit, dit is weer een specifiek soort.